Goedendag, welkom bij Liberdoc Talks. Mijn naam is Marianne van Eck. En mijn naam is Linde Brouwer en vandaag gaan we het hebben over medezeggenschap. Regelmatig krijgen we de vraag wat nu te doen als je als ondernemer verplicht bent een ondernemingsraad te hebben, maar onvoldoende belangstelling in de organisatie blijkt te zijn. Of als de ondernemer wel bewust geen haast lijkt te maken met een ondernemingsraad in te stellen. Iedere ondernemer die een onderneming in stand houdt met tenminste 50 werknemers, of 50 mensen die in de organisatie werkzaam zijn, die is verplicht een OR te hebben. En doe je dat niet als ondernemer, dan kun je als werknemer of als vakbond de kantonrechten vragen de ondernemer te veroordelen een ondernemingsraad alsnog in te stellen. En dan vraag je wellicht af, komt dat nou in de project echt zo vaak voor, hè? Dat je geen ondernemingsraad hebt, terwijl je hem wel moet hebben. Ja. Maar dat gebeurt in de praktijk best vaak. Uit een onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit 2017 blijkt dat 67% van de bedrijven die wettelijk verplicht is een ondernemingsraad te hebben, er daadwerkelijk ook één heeft. Dus 33% niet. Ja, klopt. Terwijl ze hem moeten hebben. Ja. Best veel. En hoe kleiner de organisatie, ook hoe kleiner de kans dat die verplichte OR er ook daadwerkelijk is. Ja. Nou ja, en wat wij natuurlijk in de praktijk ook wel zien, is dat het niet hebben van die OR vooral een probleem wordt op het moment dat er gereorganiseerd gaat worden. Want dan zeggen werknemers, ja, voordat u gaat reorganiseren, wil ik graag eerst die OR geïnstalleerd hebben. Nou, dat duurt al snel 13 weken om die OR geïnstalleerd te hebben. Dus dat leidt echt tot vertraging van de reorganisatie. En daarnaast zien we dan in de praktijk dat er vaak wat fellere types in de OR terechtkomen. Dan wel dat die OR in ieder geval niet zo'n constructieve start heeft als OR. Nou, dat wil je natuurlijk niet als bedrijf. Je hebt liever een OR met een echte sparring partner is en die zich constructief opstelt en mee wil denken. Ja. Positieve start. Positieve start, dat is het beste. En ik gaf al aan, je kunt dan vervolgens als werknemer of vakbond die instelling van zo'n ondernemingsraad in een procedure afdwingen. Dan heb je niet die beste start. Maar laten we vooropstellen dat het enkele feit dat je geen ondernemingsraad hebt, wettelijk geen sanctie kent. Hè. Er komt niet de politie op de deur. Er komt geen worpolitie om de hoek. Wilt u alstublieft instellen? Nee, dat is niet het geval. Wel is het uiteraard zo dat op het moment dat je in een procedure ertoe veroordeeld bent een ondernemingsraad in te stellen en je dat dan naast je neerlegt, dan hebben we natuurlijk een ander verhaal. Dat kan bestraft worden met een taakstraf, geldstraf zelfs hechtenis van 6 maanden officieel op basis van de wet op de economische delicten. Maar goed, daar komen we in principe niet aan. Nee. Dan is er de urgentie wel om een ondernemingsraad in te gaan stellen. Ja, nou ja, je had het net al over de kleinere ondernemingen, hè, de scale-up. Vooral ook met een jong personeelsbestand waar dan geen animo is om die OR op te richten. Wat is dan jouw advies? Wat zou jij dan zo'n bedrijf adviseren om te doen? Ja, nou laten we vooropstellen dat het natuurlijk belangrijk is om vast te stellen dat het geen onderbuikgevoel is. Nee, hè? Dat er geen belangstelling is, want dat is soms ook nog wel eens gewoon een overheersend gevoel. Want we hebben tenslotte een jonge populatie, die is met heel iets anders bezig. Ook moet het niet vast gebaseerd zijn op een enquête of een OR-verkiezen van een aantal jaar geleden. Nee, het is niet representatief. Nee. Ook niet omdat het feit dat er geen interesse is in je organisatie je niet ontheft van de verplichting een ondernemingsraad in te stellen. Dus mijn advies zou zijn, ga als ondernemer gewoon periodiek, en dat is dan toch echt tenminste 1 keer per jaar, na in je organisatie of je niet een OR kan instellen, door zo'n enquête uit te schrijven of een OR-verkiezing te organiseren. En mocht daar dan vervolgens uit blijken, en dat is in de praktijk ook wel regelmatig aan de orde, ook in jonge organisaties, dat er dan toch wel enig interesse blijkt te zijn. Maar niet natuurlijk een kleinere OR instellen. Een kleinere OR instellen. Om mee te starten. Want je hebt nu eenmaal een wettelijk voorgeschreven aantal leden. Dat hangt af van die grootte van je organisatie. Ja. Kom je daar niet aan in de scale-up bedrijven? Kom dan inderdaad met een OR met een kleiner aantal. Ja. Nou ja, en ik zou daar nog wel vanuit de praktijk aan willen toevoegen de tip: promoot die OR op een positieve manier. Hè? Als je een OR gaat inrichten en het is een beetje van, nou jongens, we hebben een verplicht nummer, dan ga je gewoon goede medewerkers en talent niet motiveren om zich kandidaat te stellen voor zo'n OR. Hè, maar als jij als directie zegt, ja, dit is een fantastische kans. Je bent sparring partner van de directie, je kunt meedenken over strategie,
beleid, nieuwe stappen die we gaan maken als bedrijf. Hè, dan promoot je het positief en we zien in de praktijk dat dat wel heel erg werkt. Hè. En dat vergt dan dus wel ja, ook management betrokkenheid, hè, en ook managementpromotie van zo'n OR. En speel ook in op je jonge populatie die meer eigen verantwoordelijkheid juist heel fijn vindt. Hè? Ja. Dat zie je ook steeds meer. Ja. Maar houd er ook rekening mee dat het jong personeel niet zit te wachten op bijvoorbeeld een benoeming van 4 jaar voor een ondernemingsraad. Nee. Omdat ze dan vaak al wellicht de organisatie verlaten hebben. En houd het dan korter. Maak het aantrekkelijk. Ja, nou ja, dat doen wij in de praktijk dus best wel veel. Hè, dat we maatwerk OR'en inrichten samen met bedrijven die echt bij dat bedrijf past. En daar kan dus bijvoorbeeld ook bij zitten dat we een kortere zittingstermijn adviseren van joh, hè, deze populatie wil wat korter commitment. Moet eerst nog even een beetje snuffelen. Wat houdt dat OR-lidmaatschap nou in? En vervolgens zijn ze enthousiast en stellen ze zich opnieuw verkiesbaar. Dat zijn allemaal varianten. Hè, die bij een bedrijf kunnen passen toch ertoe kunnen leiden dat je goede mensen in de OR krijgt en een fijne samenwerking kunt opbouwen met die OR. Ja. Een ander argument wat wel voorbij komt van het feit dat je geen OR hebt, is omdat je al in een andere vorm van medezeggenschap hebt voorzien. Ja, die horen we natuurlijk ook wel vaker. Ja, maar wij hebben al een denktank. Maar goed, juridisch neemt dat je verplichting om een OR in te stellen natuurlijk niet weg. Klopt. En ja, dat is alleen anders op het moment dat je natuurlijk een ontheffing hebt. De Sociaal-Economische Raad kan je een ontheffing verlenen van die wettelijke verplichting. Dat krijg je dan voor 5 jaar. Hè. Dan moeten de vakbonden eerst worden gehoord. Maar om ieder misverstand even uit de wereld te helpen, dat ziet echt alleen maar op bijzondere gevallen. Ja, unieke gevallen. Unieke gevallen. Op dit moment hebben maar 3 bedrijven een dergelijke ontheffing, dus dat zegt wel iets. En het argument geen weinig animo of ik heb al een andere vorm van overleg, dat is pertinent geen argument om een ontheffing te krijgen. Daar is de SER ook heel duidelijk over. Ja. Nou, tot slot. Dus... stel een bedrijf aarzelt om zo'n ondernemingsraad in te stellen, omdat ze te veel gedoe vinden, niet meer van deze tijd. Wat zou jij ze dan willen meegeven? Ik zou ze willen meegeven, het begint met positief de ondernemingsraad te promoten. Dat is 1. Hè? Als jij positief promoot, weet je mensen te motiveren. Als je het ook neerzet als wij vinden het belangrijk ook de visie van medewerkers te horen. Wij zijn ook niet bang voor de visie van medewerkers. Wij nemen die mee in onze besluitvorming. Hè, daarmee zet je je zeker anno 2022 gewoon neer als een professioneel bedrijf. Hè, dat medewerkersbetrokkenheid belangrijk vindt. Dat professionaliteit belangrijk vindt. En dat graag breder kijkt dan alleen de visie van de directie. Wij zien in de praktijk ook vaak dat de directie helemaal niet uit onwillendheid of zo, maar gewoon, ja, soms, het zijn ook mensen, soms dingen vergeten. En dan komt de OR met, goh, je had nog daaraan kunnen denken, dat hoort er nog bij. Waar dat uiteindelijk toe leidt, is gewoon dat die besluitvorming, ja, professioneler tot stand komt, er veel meer draagvlak is, dat medewerkers ook beter snappen welke keuzes een bedrijf maakt. Nou ja, niet in de laatste plaats. Voorkomt het negatieve media-aandacht, hè? Want als je je medewerkers niet genoeg meeneemt in die besluitvorming, ja, leidt dat eerder tot gedoe. Dat is nou eenmaal zo. En realiseer je ook, er is geen standaard OR. Hè? We hebben zoveel bedrijven nu begeleid, ook recent, met echt maatwerkoplossingen, passend bij dat bedrijf, bij de cultuur, de manier van samenwerken. Ja, daar kunnen wij verschillende voorbeelden voor aandenken. En dat vinden we ook echt heel leuk. Want we zien in de praktijk dat als je dat goed voorbereidt, ja, dan komt er uiteindelijk een OR die in de meeste gevallen gewoon echt, ja, goed kan functioneren. En in ieder geval alles mee heeft om er een succes van te maken samen met de directie. Ja. Dus afrondend, we denken graag met u mee. Mocht u aarzelen om een ondernemingsraad op te richten, bel ons vooral.